dag 23 alweer. Ja, wat is het snel gegaan, hè? Ik heb echt even met mijn ogen geknipperd en we zijn er al bijna. Het is echt ongelofelijk. Maar goed, ik heb voor vandaag nog wel een hele mooie boodschap voor jullie. Het staat in het teken van loslaten. En daarvoor wil ik een prayer met jullie delen uit het boek I Am Worden met Helende Kracht. En het is prayer nummer 29. Het knippen van psychische koorden. En daarmee knip je dus al die manipulatieve, niet helpende en ongezonde koorden die je hebt gemaakt, onbewust of bewust, tussen jezelf of wie of wat dan ook. En nou, dat laat je hiermee los. Hoe heerlijk is dat? Ik bedoel, naast het bekrachtigen van het licht in jezelf is het ook ondersteunend om echt al het oude van het afgelopen jaar, om dat los te laten en met een frisse en ja, nieuwe energie zo het nieuwe jaar in te stappen. Dus maak er een heerlijke ritueel van voor jezelf. Hè? Dat je eerst begint met het reinigen van de ruimte waarin je zit. En dan doorgaat zo naar misschien een meditatie doet om je even tot rust te brengen. En dan zo je het licht gaat bekrachtigen in jezelf. En hopsakee, koorden knippen, al het oude loslaten. En dan zeg je het volgende nog om het nieuwe jaar voor jezelf klaar te zetten. Om de energie neer te zetten. Dan zeg je: ik kwalificeer het nieuwe jaar met de absolute volmaaktheid van de stralende ik ben. En daarmee zeg je dus: ik label het nieuwe jaar met de absolute volmaaktheid, met dus de zuiverheid van de waarheid van wie ik ben. Dus al het goede van wie ik ben staat overeind. Daarmee zet ik mijn 2023 klaar. En dan laat je het los. Het is toch een prachtig ritueel zo om te doen voor jezelf. Nou, ik word er al heel blij van als ik het zo mezelf hoor zeggen. Ik ga hem zelf ook even doen nu. Nou goed, ik wens jullie een hele mooie dag voor vandaag. En ik zie jullie met heel veel liefde morgen weer terug. Doeg!